zien bij de mannen. Pieter Jan Hannes doet eindelijk nog eens mee aan een veldloop. Maar het zal zeer interessant worden. Ik denk als ik bij de eerste 5 Belgen is toch het minimum, denk. De eerste 3 Belgen zou heel goed zijn voor te beginnen vandaag, denk ik. Ongemakkelijk. Redelijk zijn hand, natuurlijk. Dat is even goed genoeg. Ja, ik zag dat ook niet echt op mijn duim. Ik lever effectief wel de trainingskwaliteit om te denken dat ik op deze niveau met die jongens mee kan. Ik heb alleen wat onderschat hoe groot dat effect eigenlijk al zou zijn. Drempels zijn heel belangrijk in de cross. Aerobe drempel, anaerobe drempel. Wij werken nu vooral op de anaerobe drempel, waar ik in het verleden, toen ik veel beter kloste, veel meer werkte, zeker in deze periode, op de aerobe drempel. Dus er is allemaal wel een uitleg voor in de training. Hè. Ik wist ook wel dat ik Kimeli, Dame, Lander, dat niveau niet had. Wat ik wel gedacht had, als ik 4-5 rondes kan overleven, om nog wel mee te kunnen doen voor het niveau net onder die mannen. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Toch zeker niet op een selectief parcours als Mollen. Tuurlijk, dat zand is er altijd geweest. Helemaal mee eens. Maar vroeger was dat 500 meter zand. En dan een kilometer. Zo. Gewoon knetterhard en knallen. Net iets gemakkelijker voor de heavyweights onder ons, zoals ik. Dit jaar daarentegen was het een stuk selectiever. Zware hellingen. Nee. Bos komt als heel mul. Kom aan, Pietrian. Zand was heel mul. Kom aan, Pietrian. Kom aan, jong. En dat maakt direct natuurlijk dat je met je gat volledig blootgelegd wordt als je niet de buffercapaciteiten hebt om niet te veel lactaat aan te maken. Vind ik dat spijtig? Dat ik nu minder goed uit de voeten kom op zo'n cross? Ja, tuurlijk. Ik win ook liever dan dat ik 24e ben. Dat is een feit. Het is natuurlijk dubbel zo ambetant, omdat ik in het verleden er altijd wel gewonnen heb. Alleen, toen trainde ik echt wel specifiek voor die cross. En je kunt wel zeggen, ja, maar de cross is de basis van een goede 1500 meter. Ja, dat is zo. De cross helpt zeker om een sterkere 1500 meter loper te worden. En daarom moet ik die ook nog even blijven doen. Alleen, moet je daarvoor je trainingsopbouw helemaal gaan omgooien? Ik denk het niet. Dat is nu net wat we anders willen gaan doen. Specifieker werken. En hopelijk levert dat resultaat op. Later op het jaar. Dat hoop ik van harte. Want anders dan zit ik in het probleem. Goed, wat heb ik voor de rest nog? Weinig nieuws. Ik had een video gemaakt voor Mol over de trainingen die ik de laatste weken daar gedaan heb en wat krachtoefeningen. Dus dat komt nu. En dan volgende week een vlog over van alles en niks, hè. Zoals gewoonlijk. Goed, ik ga nog wat verder trainen. Het is nodig. Dat is zo. Voilà, het is een volle makkingsportel. De 24 uur morgen. En ik dacht, yes, pas morgen, want Theo is op weg vanuit Nijmegen. Dus hij heeft juist 2,5 uur gereden naar hier. En ik denk, ja, als de piste nu afgesloten is, dat zou een drama zijn, want we gingen een pistetraining doen. Maar blijkbaar is het toch afgesloten. Voilà. Helemaal toe. Dus dat gaat nu lukken. Ja, goed. Dus ik denk dat we gaan moeten improviseren. De Rick heeft zijn fiets even uitgeleend van Theo. Dus super nice. Kunnen we toch iets gaan doen? Ik denk dat we tempos kunnen gaan doen op de Alpatan. Ik heb zo'n zware benen voor hem. Ah, kilt shirt. Allee, kom, gewoon niet zetten. Ik ben vandaag de man. Theo. Ik ben elke dag de man, shirt. Zegt die vrouw van jou dat ook? Yep. Zondag is het donderdag, maar uiteraard gaat in Leuven de piste nog altijd gebarricadeerd zijn. Dus plan A is eerst stoppen in Kesselo. Eens kijken of de piste daar open is. Damn. Dat was hè? Toch binnen. Nice. Ik ga de telefoon hier. Dan kan ik verder. Ik heb nu de laatste 2 dagen samengetraind. Eergisteren met Sjoerd en Theo was er dus ook bij. Gisteren met de Pieter Sisk. Dat was lang geleden. Dat ik nog eens, ja, natuurlijk met Theo, maar met andere atleten getraind had. Ik ben nu vandaag terug alleen aan de bak te moeten. Moet ik eerlijk toegeven dat ik het wel mis. Ja. Maar dat kan ook zijn omdat het donderdag is en dat de laatste 2 dagen best pittig waren. En ik moet begint worden. Ik ga nu in plaats van 6 keer, 5 keer 1000 doen. There goes the safe.
walk by. That was a sight for my soul. Dat is ze, 6 oefeningen, 2 reeksen, 12 tot 15 herhalingen. That's it. Lage gewichten, maar zeer goede uitvoering. Zeer belangrijk. En niet gemakkelijk, om eerlijk te zijn. Morgen zie ik zo stijf als een hark, ongetwijfeld. Dus ik kan nu nog wel loslopen, 40 minuten. En dat is het. Wat ga je roepen als je zelfs Peter ziet? En jij, Emma?